Goedenavond. Ophef om de allereerste Duitse bioscoopfilm over het leven van Anne Frank. Een klein jaar geleden waren er opnames voor in de Amsterdamse rivierenbuurt. De Duitse familie Frank woonde tussen 1934 en 1942 aan het Merwedeplein. En nu is die film af. Vanavond is Das Tagebuch der Anne Frank te zien tijdens het prestigieuze filmfestival van Berlijn. Het pikante zit hem niet in de inhoud, zegt correspondent Rob Savelberg. De commotie gaat over de regisseur Hans Steinbichler. Want die heeft een uh, mooie sier gemaakt met deze Anne Frank film. Maar tegelijkertijd wil hij nu een uh, film maken over uh, Leni Riefenstahl, Die natuurlijk uh, heel bekend is van de producties over uh, Adolf Hitler. Ze kreeg haar opdrachten van de NSDAP, van de partij natuurlijk, van de Naties. En uh, stond in direct contact ook met propagandaminister Goebbels. Dus uh, Leni Riefenstahl is een tamelijk omstreden persoonlijkheid in Duitsland. Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat iemand die zich bezighoudt met en Anne Frank en Hitler en Riefenstaal gewoon heel veel weet van de oorlog, daar een interesse heeft. Maar zo denkt het Anne Frank Fonds er niet over. In de jaren zestig in Zwitserland, opgericht door Anne's vader Otto. en betrokken bij de totstandkoming van deze film. Het Anne Frank Fonds uit Basel is woedend, is witheet. Want zij hebben deze film geïnitieerd. En het doel was om bij de 70ste sterfdag van Anne Frank. om dit meisje natuurlijk ook en haar dagboek in het zonnetje te zetten. En nu gaat het iets minder om het slachtoffer Anne Frank. maar meer ook over Leni Riefenstaal. als onderdeel ook van de daders uh, in de oorlog. De regisseur van de film heeft inmiddels gereageerd op de ophef. Nogmaals, Rob Savelberg. Regisseur Hans Stijnbichler die zegt dat hij een aanbod gekregen heeft om het uh, filmproject over Leni Riefenstahl te maken en dat hij er nog geen contract getekend heeft. Maar uh, Hans Stijnbichler heeft wel de Anne Frank film gebruikt voor zijn sollicitatie bij uh, Leni Riefenstahl het project over uh, deze filmvrouw van Adolf Hitler. En dat is natuurlijk wel uh, een zeer frank geheel. Ondanks de ophef wordt de film vanavond gewoon vertoond in Berlijn en morgen en overmorgen ook nog. En begin maart gaat Das Tagebuch der Anne Frank draaien in Duitse bioscopen. Of de film daarna ook nog in Nederland te zien zal zijn, dat is op dit moment nog niet bekend. Tot zover. Bedankt voor het kijken. Fijne avond.